Wat zijn die allemaal? Oh, man, het zijn er zoveel! Oh mijn god! Hey iedereen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe... Gruwelijk griezelig. Vandaag zijn we weer terug met Little Nightmares 2, deel 4. We zijn er bij deel 4. Ik vind chapter het wel deel 3. Zijn. We zijn chapter 3 namelijk. Maar deel 4. Ja. Chapter 3, deel 4. We zijn uit de regen en we zijn nu in een of ander... het lijkt wel een beetje een ziekenhuis, maar ik heb nooit een ziekenhuis met tralies gezien. Misschien is het meer een... Meer een gevangenis. Een gevangenis slash ziekenhuis. Ik weet niet, man. Ik weet niet. Hé, help eens mee. Maar die deur. Ja. Perfect. Bijna daar. Oh, wow. Wow. Wat is dit? Wow. Oké. Okay. Je hebt toch bijna even de afgrond in? Ik heb nooit een ziekenhuis met twee met hangende bedden gezien, om heel eerlijk te zijn. Nee. Oh mijn god, het is een parcours. Oh god. Oh god. Ik ben niet goed te klimmen, jongens. Daar je het weten. Ik ben absoluut niet goed te klimmen. In deze game. Oh, wauw. Wauw. En ik moet daar kijken, want eigenlijk zit je beneden mij. Ik wil Femke kijken, want als ik gewoon naar links kijk, dan kijk ik naar links. Oh god. Ik kijk naar Femke. Je leidt me af, Fem. Ja. Waarom leid je me af? Sorry, ja. Denk ik. Oh nee. Oké, daar gaan we weer. Oké, dat was een mega jump. Kom op, je kan dit. Ja, dus eigenlijk is het helemaal niet moeilijk, maar ik liet gewoon mijn knop los. Ja. Blijkbaar moet je, als je aan het klimmen bent in een hangend bed, die weet ik van hoeveel honderd meters boven de afgrond hangt, is het niet slim om los te laten, jongens. Zoals je in de gymzaal bent, je gaat keihard in zo'n touw klimmen in de gymzaal. En dan boven, als je boven bent, denk je, weet je wat? Nee. Loslaten. Laat gewoon los. Wat is dit? Stop. Weg ermee. Serieus, als ik een lichtje zie, dan moet ik het oppakken. Grote kans dat we er iets mee kunnen. Het lijkt wel een soort van ziekenhuis, joh. Dit zijn verbandrollen volgens mij. Psychisch ziekenhuis misschien. Ja, met tralies. Ja, het zou kunnen. Ik denk dat... Ik heb zo'n donkerblauw vermoeden. Of zo'n rood knipperend vermoeden. Dat hij daarin moet. Weer een afgrond. Oh god, oh. Je viel wel, maar... Oh, oh shit. Oh god, hier. Help mee. Help mee. Trek eens snel! Op de dode gemakken, jongen! Oh god. Op de dode gemakken staat ze bij Ojax, ik zal ze meehelpen. Oké, we hebben het gered. Oh, dat ding flikkert naar beneden. Mijn god. Oké, let's go. Bedankt, hè? Ik sta al drie kwartier aan dat ding te trekken en zei, oh ja, zal ik ze meehelpen anders? Ook als een zaklamp. Ja, het is een beetje traag van begrip. Oh, dat is fijn. Kun je ook wat zien in het donker. Dus, wat is er aan? Hé. Hey. Oh, oké. Okay. Is dat een oog? Ja, dat is een oog of iets, ja. Maar dat is ook wat laatst die deur zagen bij de tv. Ja, dat lijkt het wel. Dat lijkt er wel op, hè? Ik zie ook heel veel bloed hier liggen. Ik wil wegwezen hier. Yo, nog meer bloed. Wow, dit gaat heel diep. Kijk eens daar. Zit er iets misschien? Nou, ik denk het niet. Ik zie het alleen maar mist. Waarom is hij zo mistig binnen? Oh, een deur. En een deur. Yo. Fijn. Doei. Altijd. Doei. Laat maar. Ik denk dat we gewoon niet naar rechts moeten. Ja. Oh god. Ik denk dat ik er was. Ik hoop dat ik er was. Er is hier te veel bloed. Ik hoop alleen dat het was. Het is hier zo donker. Maar zou dat betekenen dat er ook echte mensen zijn dan? Ik hoop het niet. Zullen we daar eens in gaan? Straks moeten we weer epic gaan vechten ofzo. Ja, nou net met die porseleinen cage, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Dat was echt niet chill. Wat is het, al dat bloed hier? Ik volg gewoon het bloedspoor, oké? Oké, is het bloedspoor. Hé! Hey, laat eens drinken. Ik zie Hendel. Oh, hallo. Dank u. Oh, ik vraag me oud hoe oud die blikjes zijn, maar... Ja, en wel chill dat je gewoon... Oké, kijk. Hop. Makkelijk. Ja, dat klinkt het als een gevangenis dit, man. Als een... Oh god. Zeker die deuren. Oh, dat is een tv. Oh man, dan moet die tv even gaan... weer recht gaan doen waarschijnlijk. Wat zijn deze rare mannequin-achtige... Het zijn geen echte mensen. Nee, het zijn een beetje... onderdelen of iets. Ja, het zijn allemaal handige poppen. Ja. Oké, eens kijken. Oh, ja. Ja, daar gaan we. Perfect. Hé, het lijkt dat we dichter bij die deur zijn. Ja. Denk je ook niet? Ja, is dat niet hetzelfde oog trouwens daarop? Ja, als ik die deur. Het lijkt toch dat er een oog op zit. Weet iemand wat dit betekent? Iemand in de comments. Wat betekenen die deuren? We zijn er bijna. Klopt, ze gaat door. Oh god, trek me eruit. Jammer. Ik ben heel benieuwd wat er achter kijken, die... muts. Ik ben zo benieuwd wat er achter die deur zit. Ja, ik ook. Maar
Maar bedankt voor de redding, I guess. Ik weet niet of dat je me nou gered hebt of verdoemd om hier te blijven in dit rare ziekenhuis met die... Oh mijn god. Oké, die persoon daar rechts in die stoel lijkt wel geen mannequin, maar gewoon een lichaam zonder hoofd en armen en benen. Zonder ledematen. Let's go. Wegwezen hier. Oké, we kunnen hier naar rechts. Wat is dat? Is dit een... Zouden we kunnen... Ga eens achterstaan. Ga achterstaan. Wil je botten zien? I love it. Oh, zie je dat daar rechts? Of links, sorry. Andere rechts. Oh. Die teddybeer. Ja, die heeft een sleutel in zijn maag. Maar, Er liggen 3 knuffels. Ik ga gewoon hier beginnen. Jij, mee. We gaan je scannen. We gaan een doktertje spelen. Ze neemt ook iets bij je. Wat ze neemt het eend mee. Wat cute. Super schattig. Oké, daar gaan we, daar gaan we. Jou zet ik even hier neer. Zo. Succes ermee. Kom, spring. Ja. Oh! Daar zit ook iets in, lijkt wel. Maar zag je het zitten? Nee, dat gaat snel. Zie je het? Zie je het? Ja. Oh ja. Ik zie het oplichten nu. Ja. Dit is sleutel in. Oké. Zet hem. En nu? Ja. En nu? Moeten we ermee slaan? Nee. Ik zag hier net een lift. Zullen we kijken wat daar is? Is goed. Oh, sorry. Zouden we moeten opereren of zo? Ik denk het ja. Ik denk dat we moeten opensnijden. Kun je hierin? Het lijkt al een lift of iets, maar waar is het? Oh, de lift gaat... Oh god. Is het opgesloten? Oh god. Hopelijk... Hopelijk valt deze niet zo ver naar beneden als die andere. Oh nee, oké. Wat is dit? Dat lijken. Lijkt zakken in ieder geval. Oh, misschien die haakje? Oh god. Niet je been weg. Knuffel weg. Oké, ik heb hem weer. Oké, die haak kan ik niet oppakken volgens mij. Ik kan er wel mee rond schoppen. Was het hier rechts? Wacht. Is dat een verbrandingsoven? Nee. Is dit een mortuarium? Kunnen we hem erin doen? Yes, dat kan. Oh, wacht. Nee, die zal erin gaan. Laat ik een brandje. Hier, hendel. Nee. We kunnen hem verbranden. I love it. En nou terug weer. Ja. Hey, de sleutel. Zwart van roet. Is dat een hand? Bah. Waarom is die hand niet verkoold trouwens? Ja, dat is wel raar. Oké, terug. Ik denk dat we... Oké, ik dacht dat ze in de deur gestaan. Terug naar links. Daar zijn we heel die hal. Ik denk dat die hal inderdaad. Ja. Dat daar, ik zag er al van die knoppen zitten. Ik denk dat we daar moeten zijn. Gokkie zo. Let's go. Naar links. Oh, toen stopte hij. Omhoog. Ik was heel enthousiast. Huh? Ik was heel enthousiast naar links aan het gaan, maar toen stopte hij. Nee, ik ging niet door. Oké, daar is de hendel. Daar hebben we 2 van die dingen voor nodig. Fles IS sleutel met de deur. Hier, of een deur met de slot, bedoel ik. Hoppatee. Ga open. Yo, eigenlijk wil ik hier liever niet zijn. Mag dat, is dat oké? Wat zijn al die poppen hier, man? Al die menselijke stukken. Hey, die deur. Ik weet niet of je het zag, maar die deur is dan kapot. Zou je eens kunnen liggen waarmee we kunnen slaan? Kun je niet meer slaan? Maar dit, nee. Zie je? Die deur is half kapot. Oh ja. Hmm. Hé, hey, hier mist een stuk deur. Oh, het ding is kapot. Het raam is kapot. Geef me een zetje. Doei. Oké. Nog meer ledematen en zo. Die hand lijkt wel echt. Als ik te vaak pijltjes naar rechts doe, dan val ik. Oh. Zullen we deze misschien daar neerzetten? Ja, dat je eruit kan klimmen. Wow! Ik heb een wapen! Oh mijn god, wat was dat? Wat ging die hand doen? Wat was die hand? En wat ding had ik vast? Ik wil het eigenlijk niet weten. Dat lijkt niet op een hand of zo, of een been zeg maar, een derde been. Een 18 plus onderdeel. Wat is dit? Oh god, ik loop er tegenaan. Zou ik haar misschien kunnen helpen hier, zodat ze naar mij toe komt?
Of zal het helemaal om te lopen? Dat het eruit kan of zo, ja. Het is wel een heel stuk slepen met die doos. Nee, gaat ook niet verder. Daar gaan we. Kan ik lekker opstaan? Ik kan ineens opstaan. Het heeft geen zin. Echt niet. Oh, nee, God. Laat maar. Ik ga dit ding meenemen. Ja, we hebben lekker een stuk met een doos gesleept. Ik vind hem mooi. Hier, hand. Vangen. Pak maar. Oh god. Hij zit sowieso nog hier. Ik hoor hem. Ik hoor hem lopen. Ik hoor hem kruipen. Ah! Ga snel, snel, snel. Oh, rennen. Het zijn er twee volgens mij. Zijn... Ik zou ze kruislinks gaan. Het leek er wel op, hè? Ja. Wat is die hand? Wat is die hand? Oh mijn god, ik ben even goed hier voor zitten. Komt hij achter me aan? Hij komt achter me aan. Is die handig? Really? Really? Sorry. Dat is niet handig. Yo! Oh mijn god. Oké, die kant op, die kant op, die kant op. Ren, ren, ren. Dat is zeker niet handig. Ik wil geen high five van die hand. High five in je gezicht of zo? Ja. Oké. Kan ik dit ding eraf duwen ofzo? Als hij komt, dat ik dan op hem. Nee. Oké, dat kan niet. Oh god, er is hij, er is hij, er is hij. Oh, hij sprong mis. Kom op, kom op, kom op. Go, 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 go. Oh god, oh god. Je springt er bijna op. Hamer. Hamer. Oh god. Ga weg. Ik wil de hamer. Ah. Oké, wacht. Nee, niet missen. Oh, ik heb hem. Oh. Oh god, hij is niet dood na een keer. Hij redt wel weg. Hij is geschrokken. Hij is niet geschrokken. Wij zijn geschrokken. Ik ben geschrokken. Oké, ga weg. Oké, schip. Oh mijn god, nog steeds niet dood. Wat is deze hand? Kom maar, kom maar, kom maar. Ik ben snel, jongen. Ik kom er snel op slaan. Oh god, oh god, oh god, oh god. Ga dood. Sterf. Oké. Heel vaak. Dood. Ik denk dat hij dood is. Ik heb al prestatie unlocked. En stay dead. Oké. Stomme hand. Oké. Hey, we hebben zo'n stoppending nu. Maak nog meer handen hier, let op. Oh, wacht. Oh, wacht. Aha, je gooit dat erdoor. Nee, ik heb de hamer nodig. Blijf dead, hè. Blijf fucking dood, jongen. Ja, niet terugkomen. Stom, één keertje voor zekerheid. Oh, man. Beter het zekere voor het onzekere. Waarom is dat een levende hand? Wat gebeurt er? Okay, mooi glas. Oh, kom, mis. Hoppa. Kijk. Oh, ik sla bijna de ding kapot. Pak hem. Goed zo. Oh, nee, vasthouden. Ja, goed zo. Goed gedaan. Je hebt een beetje moeite met vasthouden vandaag. Oppas dat ik mezelf niet snij. Gooi me door. Ja. Dat was ik van plan. Ben ik weer. Eén stop, Rijker. Waar is zij? Oh god, ze is weg. Oh nee, ze is weg. Is ze alweer weg? Ze roept. Nee, dat ben ik. Oh, jij roept. Ik roep haar, maar... Oh, ze is hier. Wat ben je aan het doen? Ze zit gewoon met een hand... Ze ben een hand aan het spelen. Kom. Wegwezen hier. Kom maar, een hobby hebben toch? Ja. Ik loop achter de deur door. Ze verveelt zich gewoon. Ik ben aan het vechten voor mijn leven. En zij zegt echt van, ah ja. Ik weet niet, man. Oké, deze kunnen hier. Maar... Loop even een rondje. Ja, ze even een rondje lopen. Ik heb hem dan toch vast. Even kijken of we ergens anders ook kunnen gebruiken. Want je weet het niet. Je weet het niet. Is iemand dat... zit te chillen op de bank. Dat is weer zo'n mannequin-achtig iets. Ja. Hier is ook een deur. Oh! Zullen we deze eerst doen? Er is maar één. Ja, er is maar eentje. Wat gebeurt daar? Oké, we gaan eerst hierheen. Dan moeten ze daar allebei tegelijk... Nemen jullie er allebei in mee? Ja, nee, die en die andere. Oh, dat kan ook. Ja, dan trek je eruit. Oh, wat is dit? Ja. Nog één? Hier is er ook nog één. Is dat een martelstoel? Ja, wat is dat voor stoel? Zo net te kijken, wat is dat nou weer? En wat ligt hier? Oh, gewoon een blaadje, oké. Oh, hier knop. Help me, help me, help me. Please geen armen, please geen handen of zo of iets.
Oh mijn god. Oh, sorry VB. Oh wat. Het beweegt. Ja, ze is weg. Beweeg. Nee, beweeg. Oh, dat is goed voor mij. Oh god. Nope. Luister, mannekin, mevrouwtje. Ga de kamer. Oh god! Ga weg! Stop met bewegen, muts. Ik kan er niet naar rechts lopen terwijl jij... Oké, je kan het niet door. Oké, gelukkig. Oh. Mijn god, wat is dit voor ziekenhuis? Waarom leef ik... Oh, nee hè. Die is wel echt dood. Of niet? Ja, denkt hij alleen maar. Of niet? Daar staat er één. Twee. Drie. Het zijn er drie. Kunnen jullie ergens het licht hier aan doen of zo? Je komt door deze deur. Het raam is eruit, volgens mij. Nee, maar ik kan er niet bij. Wacht, kan ik misschien deze verplaatsen? Kan je die stop meenemen? Wat is dat? Nee, is te zwaar. Dit ding. Kan niet. Ik denk dat ik erin moet, man. Oh, nee. Oh, ze doen niks? Hij gaat sowieso iets doen. Oh nee. Ik zie ook echt niks dat er achter me gebeurt. Alle poppen zijn nu gevaarlijk. Hij zou zo door kunnen lopen. Oh god. Oh. Ik scheen! We gaan ervoor jongens. We gaan rennen. Ik weet zeker dat het gaat lukken. Ik loop een stukje die kant op. Nope. Hop. Gewoon speedrunnen die hap. Ga weg. Oké, next. Oké. Hij was er één. Hij. Oh god, daar. Ja. Oh god. Je moet die deur doen. Ja, ik zie de deur daar. Kom, snel. Oeh, net op tijd. Zijn er nog meer? Oh nee, ja. Ik wil gewoon zo'n dingetje vinden. Zo'n spot, zo'n stop. Kan ik hierop? Ja, oké, dat kan. Nice. Oké. Daar kan ik niet door. Nee. Ik zie als daar weer een hand komt of zo, hè. Stel dat we dat stuk straks helemaal terug moeten lopen. Wat is deze wc, man? Smerig. Wat is die wc? Wat is dit? Hé, hey, wie is mijn oog trouwens? Dat kaas? Waarom heb ik kaas? Waarom ligt die kaas? Hallo, is iemand kaas? Ik heb kaas bij. Wie lust een stukje kaas? Voorstanders van kaas? Oh god! Oké, ze willen allemaal kaas. Hier, pak de kaas, mag je houden. Hou hem maar. Wat zijn die allemaal? Oh man, het zijn er zoveel! Oh mijn god! Oh nee. Oh, help. Help. En iemand voor je! Oh, maar die doet niks, oké. Die doet wel wat. Ga weg. Als ze kunnen kruipen, kunnen ze ook hieronder. Oh, voor je. Wat zijn al deze dingen? Als ze kunnen kruipen, kunnen ze niet klimmen. Go. Nee, erin alsjeblieft. Erin. Dank je. Kun je een lichter doen of zo hier? Dat was heftig. Oh man, wat is dit? Oh. Je moet zijn dingen tegenaan gooien. Ja, ik snap hem. Drop the soap. Ja, we zijn in het badergedeelte. Die heeft iets te lang gebadderd. Ietsjes maar. Wat is dit? Moet ik misschien de rolstoel verplaatsen? Zo, okay. Dat was heftig. Ja, misschien wel even adempauze nodig. Ja. Zullen we even gaan pauzeren? Is goed, doen we dat. Dan zien we elkaar morgen weer. Morgen zijn we terug met een nieuwe video. Maar waarschijnlijk vanaf. Ja, Five Nights at Freddy's 4 spelen. Die moet steeds uitspelen. En dan de dag erna zijn we weer terug met Little Nightmares 2. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet gewoon niet te liken en te abonneren als je deze video leuk vond. Een reactie in de reacties achter te laten. En onze Discord te joinen. Yes, die staat in de beschrijving.
Thanks, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei.